I'm here now, bitch. Oh, fuck, man. Het is gewoon een site. Wat? Wat, joh? Kleren uit. Ik wil niet zijn arm afgeven aan iemand anders. What the fuck? Dit is crazy. Dit is uit, fucked up. Ik ga in mijn hand kijken. What the fuck? Yo, de podcast begint zo. Ik wil gewoon even heel snel dankjes zeggen voor 15.000 abonnees. Dat is insane. Dat betekent dat we hier in België de tweede grootste podcast op YouTube zijn. Thanks daarvoor. Als je nog niet geabonneerd bent, zou het cool zijn als je dat doet. Helpt dit kanaal gewoon enorm. Naast deze podcast post ik ook iedere woensdag een vlog op mijn vlogkanaal. En hoogtepunt uit deze podcast op het Gossip Guy Clips kanaal. Alright, dat was al zelf promo. Geniet van de podcast. Alright, you ready? Yes, sir. Dat is je main cam, hè? Dit is de main cam, ja. Maar dit is uw cam. Dus als je echt iets wilt zeggen tegen de mensen, denk ik dat die nog beter is. Alright. Hoi mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Ender Schotens en vandaag zit ik hier met Nathan van der Gins. Toch nog. Yes. This time. Het was spannend. Ja, het is al veel zo net niet geweest, man. Ja. Ik ben niet goed met afspraken, maar echt niet. Nee? Ik wil echt al lang komen, maar ik doe alles zelf. En ik vergeet zoveel. Heb jij nood aan een soort management of zo? Is dat iets wat je zou doen? Ja, ik heb er zeer nood aan, maar ik wil het niet. Oké, is er geen? Het zou mijn leven zoveel beter maken en zoveel maler, zo denk ik. Ja. Maar ik kan het niet. Ik kan het echt niet. Ik heb geen zin om dat je het handen te geven. Plus, zij beantwoorden dan zo je mails. Zij regelen alles. Jij weet niet wat zij afspreken. Dat denk ik ook. Want als iemand voor in uw naam eigenlijk een beetje mails aan het sturen is... Hoe weet jij wat voor geld dat zij vragen en wat zij allemaal afspreken voor jou? You never know. En niet alleen dat, maar de manier hoe dat zij communiceren... reflecteert op u. Dus als zij een eikel zijn, in uw naam een beetje... Exactly. Daarom nu, ik doe alles zelf. Mm. Samenwerking, als ik iets doe. Ik praat zelf met hen op mail. Meest onprofessionele fucking mails ooit. Schrijfhouden overal. Maar dat leren ze mij gewoon wel direct kennen. Ja, ja. Dat weten ze wel gewoon... Zo, like, en toe, als een mail te professioneel is, dan toch nog een schrijf uit ertussen. Dan weten ze gewoon al direct met wie dat aan dealen zijn. Dan praten ze niet met een manager die zo strak in het pak gewoon dat elke dag doet. Uit. Is met mij heel persoonlijk. Sommige merken vinden dat leuk. Andere antwoorden gewoon nooit meer. Echt? Die sturen een openingsmail. Fucking nice. Ik antwoord daarop niks. Met je veel dingen zo al misgelopen, denk ik? Ja, fucking veel. Veel geld dan misgelopen, man. Echt, zelf met bedrijven waar ik wel mee wou samenwerken. Waar alles geclosed was. Nu, net, Gorillas. Heb ik al veel dingen mee gedaan. Zo'n kleine, medium-groot-sized samenwerking. En dat was er echt een kolos. Dat normaal in december ging gebeuren. Echt huge. Uh-huh. Ik ging mijn eigen merch met Gorillas fiets rondbrengen in Antwerpen. Mensen konden mijn merch kopen op de Gorillas app. Ja. Voor de dag. En ik kwam daar rondbrengen. Oh, damn. Dat was echt big. Niet door, joh. Ja, ik ben het overheten, man. Oh, fuck, man. Dat is nog veel erger. Het is niet dat je iets fout hebt gezegd. Alles stond daar klaar. En ze hadden alles... Maar ik daily december ook, hè. Waarom plan ik alles in een maand waar ik elke dag upload? Mijn... Ah, oh, fuck. Die belden ineens naar mij van, joh, waar ben je? En ik zat daar. Fuck. Oh man. Fuck. Volledig vergeten. Dan is het gewoon klaar. Ja, dan, snap ik. Dan is het kut, ik in Blankenberg zitten. Oké, ik ga komen, ben daar in 3 uur. Ja, exact. Zeker openbaar vervoer, daar is blijkbaar ook moeilijk. Ja, dat is kut. En zo ding loop ik dan mis, dat zijn echt big deals. Dat is fuck, dat doet pijn. Yeah. En de management zou dat zeer verhelpen. Ja, die zou nog wel even op tijd gestuurd hebben. Maar ik zou zo... ik zei het vanmiddag nog tegen Annalivia. Zij zou perfect zijn als manager. Zo. Is dat iets wat je... Nee, maar dan, dat is gevaarlijk, hè? Je relatie en manager, je moet dat niet combineren. Maar zo iemand dat je manager zou wel iemand moeten zijn dat je super hard vertrouwt. Dat tuurlijk, je uit, exact. Waarvoor dat je hand in het vuur was, maar niemand random. Ik denk dat er daar ook vaak... Veel mensen vragen dan hun ouders of zo als management. Ik denk dat dat ook heel snel fout kan gaan. Ja, zo. Ik wil niet aan de tafel zitten s'avonds en ineens... En praten over welke campagnes dat je niet hebt. Fuck dat. En er zijn er veel die dat doen. By the way, even snel, want je hebt hier een paar keer Gorillas gezegd. Is dat... Mag dat? Bleep ik dat? Nee, doe is maar. Okay? Doe maar. Alright, cool. Ik voel met Gorillas. Ik hou van hen. Dat waren goede samenwerking. Echt waar. Het is gewoon... My bad, man. Okay. It's on me. Alright. Sorry. Nee, je had nog iets aan het zeggen, volgens mij. Misschien als jullie nog heel samen waren, man. Mail, stuur een breedje. Ik heb al 3 breedjes, stuur maar geen reactie. Oh, fuck. Oh, bruggen verbrand. Nee. Komt wel in orde. Ze gaan sowieso kijken, dus. je hebt gelijk. En er zijn heel veel mensen, vooral jonge influencers of vloggers. Mm-hmm. Het is wel de safest way om je ouders als fucking manager te nemen, man. Ja? Het is denk ik wel de safest route om te doen.
Maar ik denk inderdaad, zoals dat je zegt, als je daar dan tussen de patatten en zo aan het praten yeah. bent over je campagnes en zo. Not nice. Op het moment dat er zaken vermengd komen in of je familierelaties of vrienden, dat is gewoon moeilijk, denk ik. Ja, zeker. En vooral geld, hè. Dat is de nummer één reden letterlijk waarom mensen in ruzie komen. Letterlijk, ja. En ik denk dat dat niet cool is. Dat je voor je ma zegt van, ja, je had dat anders moeten doen, je had dat anders moeten zeggen in je video. Shut the fuck up, man. You don't know shit. Yeah. Nee. Maar ik wil... Ja, het is iets waarover ik al super lang zit te twijfelen. Wil ik een manager, ja of nee? Het is hetzelfde als een editor. Ja. Wil ik een editor, ja of nee? Zou ik mijn leven makkelijker maken? Ja. Zou ik meer video's kunnen maken? Ja. Zou ik meer geld verdienen? Ja, maar... Het is zo een deel... De persoonlijkheid van je video... Je eigenheid. De edit is ook een deel van de video, maak ik ook. Daarom, dat zijn dingen... En ik denk dat ik daar zelf gewoon moeite mee heb. Ik kan zo'n dingen niet uit handen geven, man. In hoeverre dat ik advies kan geven op dat vlak... Ik heb deze podcast een jaar tot twee jaar bijna zelf geëdit. Dit zijn video's van een uur tot twee uur, dat je zelf op je eigen gezicht ziet. En oké, je moet gewoon van camera's wisselen en zo, maar op het moment dat ik dat uit handen heb gegeven, is er zoveel meer rust in mijn leven gekomen. En mijn planning is beter geworden. Ik weet het, man. Je moet niet zeggen. Ja, iedereen zegt dat. Ik weet het. Ik know. Doe vooral wat je zelf wil. Maar ik heb gemerkt... Moet ik dan een fucking Craigslist? Ik weet het niet. Hoe je editor die mijn huisstijl... Deep webship. Nee, shit. Nee, ik heb... Agent, hey, bij deze... Nee, als iemand kan editen... Het is niet dat ik moeilijke video's edit. Ik weet het, ik doe geen crazy shit. Maar... Ik ken letterlijk... ik kan u straks wel een paar mensen doorgeven die echt goed kunnen editen. Die mijn video's ook al gedaan hebben. Dat ik zelf ga nu mijn eigen video's terug editen, mijn vlogs toch. En ik heb een paar mensen die echt goed kunnen editen. Ja, maar heb je dan niet zo het gevoel dat je dan zo mensen onder je hebt? Als ik nu een video online wil, als ik iets done wil, it's up to me. Ja. Ik neem op... Ik zet die bestanden over naar mezelf. Ik edit dat. Die video komt online als ik klaar ben. Dan, ja, dan moet ik berichten sturen naar iemand. Dan moet ik zeggen van, yo, hoe zit het met die video? En ik denk dat ik daar niet goed in ben. Ik denk dat vanaf dan dat ik zo... Ik wil niet die bossy feeling hebben over iemand. Yo, when in a way, je betaalt hem wel. Mm. Klopt. Maar als je dat allebei snapt, van, yo, ik betaal u. En het enige wat ik verwacht is dat die video op tijd klaar is. Dan, als je gewoon de juiste persoon vindt, en die verstand daarin juist is... Deze podcast is al... Toen ik die zelf editte, bijna elke week te laat, een dag te laat. Te laat, ja. En nu is omdat het gewoon anders zit. En nu is hij altijd op tijd. Tijd, thanks, Matjes. Shout out naar de editor, man. We got you out here. Thanks. Exact. Dus, ik weet niet, man. Je doet wat je wilt, maar het heeft in mijn leven heel wat meer rust gebracht. Ja, maar dat is zo'n probleem van YouTube. Ja. Dit is iets dat je zelf hebt gemaakt. Ja. Je hebt dat waarschijnlijk ook. Je hebt niet zoveel andere mensen te danken hiervoor. You did it yourself. En daarom vind ik het zo moeilijk om daar zo te delen. Ook al is het edit, om dat uit handen te geven, man. Ook al is het fucking mail. Dat is van u. Dit is mijn baby. Mm-hmm. Ja, ik wil niet zijn arm afgeven aan iemand anders. Ook al zou het al beter zijn voor sommige vlagen. Voor de baby niet, maar voor uw video voor de baby wel. Niet, maar voor de video wel. Ja. Voor alles waaruit komt al. Uh-huh. Moeilijk. Nee, maar ik snap het volledig. Ik denk dat als je gewoon eens zou testen, is een keer proberen. En als jij zegt van fuck dit, niet wat ik wou... Moet je de video niet eens posten, hè? Dan zeg je dat desnoods... Jij bent zo transparant over alles. Inderdaad. Als je dat gewoon zegt van... Yo, ik heb het geprobeerd. De vorige video was fucked up. Omdat de editor niet slaat, man. Die zien we niet meer terug. Volgende week, nieuwe kans. Uh-huh. Nee, inderdaad. Ik weet niet of ik dat wil, man. Anyway, genoeg over editors en personeel en zo. Als jij in je broek zou kijken... Ja. Was je onderbroek of niet? Man, ik trek al mijn fijn kleren af, toch? Als ik nu gewoon in mijn broek zou kijken, bro... Alles haal. Alles? Alles. Oké. Okay. En in de vuilbak? Dit was de perfecte storytime om uit mijn verhaal te komen. Ik zit in Utrecht. Dit is crazy. Dit is echt fucked up. Oké, ben benieuwd. Hier is een gelijkaardig verhaal uitgekomen. Okay. Ik zit in Utrecht, 2:00 PM, leuke zomerdag, met een vriend te smoken. Dit is wel al even geleden. We zitten te smoken op een pleintje. Centrum. Uh-huh. Ineens... Komt er zo... In Nederland heb je dat echt heel veel, hier valt dat mee, maar daar heb je echt zo jalas die gewoon naar je komen, vragen voor 50 cent, 2 euro. Yeah. En zo ben je blijven hangen, zo ben je rare typetjes. Yeah. Wij zitten daar gewoon, komt er een jala naar ons. Zegt hij zo van, yo, maak ik een trein van die jonko. Yeah. Wij zo van, what the fuck, kijk naar die guy's handen en zo, dat is fucked up. Dus die zit daar zo stokstijf, zo, nee. En het moment dat wij nee zeggen, doet hij gewoon zo zijn hand bij zijn kont. Oh, fuck. En kijkt zo naar ons van, ik ga je mijn hand kijken. Maar dead serious, no, dead serious. Wij zitten naar alle twee gewoon shock. What the fuck? Van, wat? Like,
Why? Wat? Hij gaat gewoon doen. Het is een jella, misschien doet hij het uit. Nu, op dat moment wordt hij interrupt door iemand van buiten. Martijn wordt herkend. Het is allemaal safe, die jella gaat weg. Wat als die guy gewoon is hand gekakt had en dat aangeveegd? Die zijn ja, er volledig toe in staat om dat te doen. Die hebben niks te verliezen. Hij is al fucking vuil. Die kakt in zijn hand, smeert dat aan je. Want dat was wat hij wou doen. Ja, waarom hou je anders je hand daar? Wat doe je dan? Wat doe je als er kak van iemand anders aan je hangt? Yo, deze podcast is echt van 100 naar fucking below 1000. Nee, maar dat is nice. Dat is nee, wow. How I like it. Dus, wat doe je? Jij zei tegen mij, wat doe je als je je broek kakt? Wat doe je als er een zwerver kak aan je smeert? Min van de stad waar je niet woont. Je zit daar, er hangt gewoon kak aan je. What the fuck? Ik weet het niet. Nee, dat dacht ik dus ook. Ik denk, ik zou echt... Afdoen en douchen in mijn hoofd. Je moet douchen. Ja, je moet douchen. Ja, inderdaad, kleren uit. Dichtstbijzijnde douche of gewoon wc zoeken. We hebben daar nog een uur over gepraat. Over wat als er kak aan ons hing. Dat, ja, man. What the fuck, maat? Vooral heel... confronterend moment was dat. Aha. Dat was echt gewoon van, nee, je mag niet trekken van de jong. Nee. Ik ga hem aan het kijken. Wij twee daar gewoon zaten van, holy shit. Oh, wat als dit echt is. Is he gonna do it? Oh, is he gonna do it? Ja, fucked up. Crazy. Yo, wel een antwoord dat ik niet verwacht had op die vraag. Ik was zelf vergeten. Soms komt er iemand met iets random en dan komt er zo'n random memory uit mijn hoofd. Memory unlocked. Zoals dat. Ja, hek. Shit, man. Ja, dus als ik in mijn broek zou kaken... broek af. Ja. Onderbroek af. Onderbroek in de vuilbak? Ja, toch. Ja. Die kan niet meer gebruikt worden, want die gaat niet meer over. Ja. Ja. Ik heb hier net aan iemand anders ook de vraag gesteld, die hier achter de camera zit, en die had ook een broekkijkverhaal. Fuck. Dus ja, misschien voor deze podcast of voor een andere. Goed. Het is een lang verhaal wel. Anyway. Ik heb gewoon weer dat hij in mijn broek gekijkt heeft. Ik kom op neer dat hij in zijn broek heeft gekijkt dat hij 17 was. Maar... Jij ook? Nee, wat de... Laatste keer dat ik in mijn broek gekakt heb, was, ik weet niet, ik was 7 of zo. Ik moest vertrekken naar school en het was zo... Je weet dat nog wel. Het is gewoon een scheet. Ah. Je dacht dat het een scheet was. But it's not. It's not. Nee. Dan voel je toch onlangs je broekspijp naar binnen. Ja, fuck. Ah, oh, fuck. Ja, wat ik blijkbaar... Dan ga je niet meer naar school, toch? Dan ga je niet meer naar school, die dan, mama, ik ben ziek. Can't go. Wat ik blijkbaar fucking lang gedaan heb, was ik... Tuurlijk, vroeger kijkte ik in een pamper. Maar op het moment dat mijn pamper af was ik nog steeds in mijn broek aan het kijken. Maar echt nog lang. Dus omdat ik gewoon... Dan ging ik echt in een hoekje zitten. En als mijn ouders beseften van... Het is al te lang stil... Dan moesten ze mij gaan zoeken en 9 op de 10 zat ik rood in een hoekje te kakken of zo. Fucked. Dat was mijn ding. En wat doe je gewoon nu? Like prop of wow? Ja, ik heb gewoon heel veel... Ik koop veel broeken. Nee, prop of wow. Like, ow. If you wipe it. Ik snap niet dat mensen proppen. Propt jij? What the fuck? I don't get it, man. Ja, gewoon pakken en proppen, toch? Gewoon... Dat zijn letterlijk... Ja, gewoon proppen. Lijntjes. Om te... Ja, ik ga dat plooien. Toch niet vouwen, man, als ik daar zit, van. Ik pak dat gewoon in de zo en wipe it, man. Sowieso. Huh. Maar dus, waar ben ik achtergekomen? Je scheurt toch wel op de stippenlijn dan? Je scheurt niet toch... Nee, wel dwars. De stippenlijn, maar okay. Gewoon prop je dan. Maar dus, waar ben ik achtergekomen? Right. Er zijn ook mensen die rechtstaand afvegen. Dat van de wc. Heb ik gehoord? En er zijn mensen die langs voor afvegen. Het is niet alleen prop-vouw, maar die discussies zijn minder bekend. Maar dus sommige mensen blijven niet op het toilet zitten. Mm-hmm. Sommigen staan recht. En jij blijft dus wel zitten? Ik blijf zitten, man. Ik van voor of langs? Ik ben een zittende propper van voor naar achter. Oké. Okay. Ja, man. Dus maar ik sta niet raad of ik doe niet zo aan, man. Niet op die shit. Misschien zijn we dan toch niet zo verschillend. Nee, ja, proppen en vouwen, niet akkoord. De rest kan ik mee kan me overeenkomen zo, mensen. Maar als je vrienden hebt die rechtstaand vegen, kan niet. Ontvrienden op Facebook, man. That shit. Dat is fucked up, man. Ja. En het is wel een gesprek dat je moet voeren met je vriendenkring. Ik vind dat het wel belangrijk is dat je van je vrienden weet of dat je ze kan vertrouwen of niet. Top. Ja, nee, zeg veel over iemand. Zeg echt veel over iemand. Weet je ook veel zegt over iemand? Wat zijn je top 3 mensen op deze wereld? Geen specifieke volgorde. Nee, geen specifieke... Ik zou sowieso... Maar geen specifieke... Ik ga inderdaad geen volgorde geven. Keanu Reeves moet hier sowieso in. Mm-hmm.
gewoon, naast dat hij een geweldige acteur is, ook gewoon daarnaast. Man. Ja. Keanu Reeves. Like, mm-hmm. Can you not love him? Keanu Reeves sowieso. Ja, Kanye West misschien ook wel. Op top. En nu, Tom Waas, man. Tom Waas. Yo, zeker. Ik zeg al zo fucking lang, mijn top 1, 3 mensen die ik hier op deze podcast ooit wil hebben. Tom Waas sowieso. Vind ik fucking interessant. Ik heb het vanmiddag ook nog gezegd. Ik voel niet echt met BV's en blablabla. Mm-hmm. Maar Tom Waas, alles wat die guy gemaakt heeft, Tom Testrom en zo, die programma's, dat is self-made shit. Dat is gewoon met een cameraman en een geluidsman erop uitgaan en goede tv maken. Mm-hmm. Tom Testrom, Tom Waas, legend. Letterlijk. Ik hou van hem, echt. Als er één BV is waarvan ik denk, steek er bovenuit, buiten. Ik vind Erik van Looy ook heel cool. Mm-hmm. Maar Tom Waas, op creatief vlak en alles wat hij doet, legend. Dus Tom Waas moet sowieso ook in besef dat je... Keanu Reeves, Kanye West, Tom Waas. Ja, stevig spectrum wel gewoon dat je hebt nu... Tom Waas echt underrated. Want ik denk dat sommige mensen niet beseffen wat voor goede programma's... En vooral wat hij erin doet. Mm-hmm. Dat is gek. Heb je Tom Testrom gezien? Uiteraard, tuurlijk. Dat is prime Belgische tv. Ja. Dat is echt insane. Maar het is ook Tessels of zo. Ik heb het gevoel dat ik dat nu zou kunnen kijken. Dat inderdaad, en dat is de kracht ervan. Deze kracht ervan. Bijna elk programma van Tom Waas kan je op elk moment kijken. En it stays good. Like, het is tijdloos. En het is fucking goede tv, wat ik echt niet veel zou zeggen van Belgische televisieprogramma's. Man. Nee. Go to shit. Mm-hmm. Wat vind je van... Oké, Belgische tv. Wat vind je van het social media landschap in België? Als ik kijk naar het social media landschap in België, YouTube, weinig leven. Sowieso. 100. Op Instagram en TikTok zijn er inderdaad... Beginnen er sinds vorig jaar eigenlijk mensen op te komen. Zeker door TikTok. Maar ik heb het gevoel dat we staan nog steeds sowieso achter op Nederland en België. Nederland en Amerika. Daar heb ik me bij neergelegd. België gaat altijd achter staan. Ja. De helft spreekt Frans. Ja. Je hebt Nederland nodig om erdoor te komen in België. En dat is zo. Mm-hmm. Dat zeg ik al super lang tegen iedereen. Met het Vlaamse deel alleen in België heb je niet genoeg om van te leven als internetding. Ja. Ik wil het woord niet gebruiken, maar don't say it. Ik zag je zo'n internetding doen. Ik ga alles zeggen om het woord influencer te dodgen, man. Ja, hoe kijk je naar fucking social media? Ik wist dat deze vraag ging komen. Ik had hem beter moeten voorbereiden. Fuck. Ik wist niet dat het niet komen. YouTube is dead. Jammer genoeg. Casper is gewoon dood. Dat is een van de fucking grote YouTubers. Is gewoon echt gestorven. Ryan, upload niet meer. Ik, still doing my fucking thing. Mm-hmm. Maar, snap je... Het kan ook niet verder groeien zonder er creators bij komen. Ja. Maar ik denk dat de stap maken naar YouTube, dat weet jij ook, dat is niet makkelijk. YouTube kan veel meer werk dan eender welk andere platform. YouTube kan je niet even zo'n 10 seconden TikTok-video maken. Op YouTube moet je echt, je moet all out gaan. Je hebt dure gear nodig. Je moet editen. Het is een grote stap. En daarom ben ik wel heel blij dat door TikTok dat wel gebeurt. Want, stromgeroffel... Waarschijnlijk gaan de meeste mensen van TikTok wel doorstromen naar YouTube. Denk je het ook? Denk dat de volgende op een moment is. Moet dat. Mm-hmm. Op een moment moet dat. En that's just how it's always been. Snap je? Met Vine, Logan Paul en zo, komen van Vine. Allergrootste YouTubers van het moment zijn gewoon de ex-Viners. Voilà. En dus... Logan Paul, ik weet niet of je dat nog een YouTuber noemt, die is fucking... Ja, something else. Man. Yeah. Doing his own shit. Het is wel heel moeilijk. En ik zeg het al super lang. Mensen in België zijn gewoon een beetje meer ingetrokken. Mm-hmm. En dan is YouTube gewoon moeilijk. Mm-hmm. Terwijl dat België echt een fucking grote YouTube-scene had vroeger. Maar insane. Maar ja, we hadden het er net nog over. YouTube. Made by Jeff en zo. Ja, maar nee, niet eens, dan. Toen dat Ryan en ik zo 10.000, 20.000 abonnees hadden. Dus we talking like 2016, 2015. Het was er een hele gang van jonge YouTubers. Van kinderen van 14, 13 jaar. Die ook video's aan het maken waren. En die waren echt on the way. Like, echt on the way om ook big te worden. Maar ja, je hebt Nederland nodig. En je moet die entry hebben naar een Nederlands publiek komt kijken naar jou. En ik heb dat geluk gehad dat ik echt gewoon in contact ben gekomen met superveel mensen uit Nederland. En dat zo een beetje is kunnen groeien. Ja. Want nu, ik heb 60% België, 40% Nederland. Oh, wauw, dat is nog 7. Dat is groot. Ja. Dat is insane. Damn, dat is inderdaad veel. En Nederland groeit gewoon nog heel de tijd, terwijl dat België gewoon meer gestagneerd is. Snap je? It's getting roofed. Ja. Maar ja, snap je, social media landschap België. Ik ben blij dat TikTok er is. Ook al is het niet mijn platform. I'm happy the people out there doing their stuff. Ja, ik inderdaad. Ik ben gewoon blij dat er mensen zijn die shit doen. Zeker. Want hoe meer mensen dat er zijn die shit doen, hoe minder dat zo een taboe is of zo. Of dat mensen... Ja,
het raar vinden dat je video's maakt. Ja, voilà, mensen in België zeggen gewoon echt, they don't like that shit. Ja. In Nederland wordt het echt gezien als cool als je YouTuber bent. Ja, yo, dat is superster gewoon. Ja, ja. En op school is dat gewoon ook echt, it's cool. Mm-hmm. Like, it's, wil je fucking vlogger worden? Dat al die kinderen zijn van, yo, ik wil een vlogger worden. Yeah. In België, yo. Big problem, man. Exact. Alsof dat je ervoor moet schamen als je video maakt. Alsof dat je eerst door die schaamfase moet komen in je video's voordat het cool is. Alsof dat je eerst geld moet verdienen voordat het cool is. En dan pas is het cool. Exact. Het is niet cool totdat je geld verdient, de grootste bent of geld verdient of zo. Sadly. Sad truth, ja, man. Sad. En het is ook het enige waarmee dat je kan verdedigen of zo. Ik kan nog zoveel zeggen van, yo, ik hou van video's maken en het maakt me zo blij. Ja. En ik maak mensen aan het lachen en zo. Is niet cool, maar zolang ik niet mezelf kan betten, maar ik moet niet werken. Mm. Dit is mijn werk. Yeah. Zo jammer dat je dat er altijd bij moet zijn voordat het gezien wordt als, yeah, you know, just doing my thing, man. Yeah. Just having fun. Maar mensen moeten het altijd bekritiseren. Mm. Bent jij materialistisch? Goh, I wish I wasn't, but I am, man. Ja? Yeah? Ja. Niet meer op kleren vlak. Mm-hmm. Niet meer op dure kleren, maar ik, ja. Yeah, I like to buy expensive stuff, man. Mm-hmm. Ik weet niet wat dat is. Ik, zo onnodige shit ook. Mm-hmm. Ik vind het gewoon leuk om dingen te hebben. Wat is het domste aankoop dat je ooit hebt gemaakt? Ja, ja, gewoon zo veel te dure fucking schoenen. Schoenen? Veel te dure fucking schoenen. Dat niet eens. Veel gedragen? Ja, ja, wel veel gedragen of zo. Zo die Marcella's met die duct tape. Oké. Okay. Right. Met te veel geld. Ja. Voor je, want dat is gewoon, die is erover. Mm. Dat moet echt niet. Dat... Nee. Waarom? Ja, om het zo toen een beetje die fashion wereld of zo, dat je dacht van, hey, kijk, fashion plus. En dit is wel sad of zo. Ik kocht dat ook om deels te tonen van, kijk, ik kan het wel. I'm doing good. Ik heb geen, weet ik veel, studies gedaan zoals jullie misschien. Ja, dus, en dat is sad. Dat is super sad. Ik ben blij dat ik dat niet meer heb. Maar toen had ik echt zo, ik voelde me zo minder of zo. En voor minder, ik voelde me zo niet alsof ik me moest bewijzen en dan ging dat doen door dure kleren te kopen. Ja. Zo van, hey, kijk, ik ben goed bezig, ik verdien geld, ik kan dit kopen. Ja. Er niks over zeggen, maar het wel dragen. En dat is sad, man. Dat is puur omdat het zo beschamend is om YouTuber te zijn. Heb je dat gevoel nu nog? Nee. Nee. That, letterlijk. It's gone, man. Want ik heb het gevoel, 2021 is in a way toch wel echt een goed jaar geweest voor u. Bro. Heb je het gevoel dat in 2021 het beeld over u veranderd is? Ja, ik denk het wel. Denk het wel. Gewoon het feit, we begonnen met heel die semi-shit. Ja. En vanaf daar zijn er heel veel ogen op me gericht geweest. Keerpunt ook wel. En door heel die semi-shit wordt er iets van je gemaakt wat ik niet was. Ja. En dat wist ik ook. En mijn kijkers wisten dat ook. Ja. Maar heel de wereld had een soort van, of heel de wereld. Heel veel mensen in België en de volwassen wereld hadden ideeën van mij. Wat niet zo is. De volwassen wereld. En ik heb alsof door wat er gebeurd is, een nieuwe manier had of een nieuwe kans gekregen om zo mezelf heruit te vinden. Ja. Of zo. En toen kwam lockdown. Mm-hmm. Fucking goed voor heel de internetsector. Voor het internet was dat niet verschrikkelijk. Insane. Ik zeg dat niet veel. Wauw, hoogseizoen. Mm-hmm. Iedereen zit thuis, iedereen wil dat je video's maakt. Ik was heel de eerste week lockdown. Wat heb je gedaan? Eerste week lockdown. Yo. Eerste, allereerste week, hè? Gewoon puur series geknald en YouTube gecheckt. Gegamed. Ik ook. Gewoon niks. Ik zat gewoon te gamen. En mijn vriendin ook, inderdaad. Zag tegen mij 2 weeks in. Wat ben je aan het doen? Mm-hmm. Het is lockdown. Iedereen zit te wachten op video's van je. Niemand heeft iets te doen. Wat ben je de hele tijd fucking League of Legends aan het spelen? Mm. En toen heb ik die klik gemaakt van, oh wow, ik moet video's maken. Mm-hmm. En wauw. Ja. In welke mate heeft die omgeving ook invloed op de soort video's dat je maakt? Ja, veel. Ja? Superveel. Ey. En ook bijvoorbeeld nadat je de semi-drama, weet ik veel hoe dat je het wilt noemen, heb je gehad, is er een soort... Laat je video's zien aan iemand voordat je iets post? Goh, soms als ik een moeilijke video maak. En met moeilijke video bedoel ik dan of een thema die gevaarlijk is. De homofobie, over homo. Ja. Dingen die gebeuren. LGBTQ plus, over zo'n dingen praten. Dan toon ik deze aan mijn vriendin. Of dat goed is. Of dat niet vanuit de rare hoek komt. Of dat het eruit komt zoals dat ik wil. Want soms heb ik een idee in mijn hoofd. Ja. En zeg ik dat op YouTube. Maar kan zijn dat andere mensen het helemaal anders opvatten. Toon ik dat aan mijn vriendin. Video's waar ik twijfel of dat ik zwaar aangeklaagd kan worden. toon ik aan mijn vriendin. Oké. Vooral eigenlijk aan mijn vriendin. Dus zij is wel een beetje in uw controle. Toon ik video's aan mensen? Nee, ik toon ze aan mijn vriendin. Aan niemand anders. Ja, maar uiteindelijk... ik heb wel het gevoel, ook tijdens wat er allemaal aan het gebeuren was toen, zag ik haar ook regelmatig dingen tweeten en zo. Hekken. Ja, ik heb wel het gevoel... Zij is wel gewoon... De rug vult u zo goed aan. Ja, hek. Zij is echt...
Wauw. Zonder haar, hè, was dat AC3. Nee, 100.000% zeker. Zonder haar was er al zoveel meer shit fout aan. Mm-hmm. Al is het die video waar ik in die Zoomcalls ben gaan. Yeah. En ik ging al die profs niet blurren. Mm-hmm. Ik ging hen allemaal unblurred laten. Olivia zei tegen me van, zij moeten geblurred worden, allemaal. Mm-hmm. Had ik dat niet gedaan, ik was geneukt. Mm-hmm. Ik was gefakt. En dan mijn andere ding, zegt ze dat gewoon, kijkt ze de video, zegt ze van, ja, dat stukje beter eruit. Oké. Okay. Supergoed. Cool. Je hebt zo'n mens wel nodig, denk ik. Allee, een persoon, iemand als ik. Als je inderdaad over dat soort onderwerpen praat, wat jij regelmatig doet, is het niet slecht om iemand een soort controleproces te hebben. Een soort van derde oog. Want hoewel dat jij misschien altijd de juiste bedoelingen hebt, komt dat niet altijd zo over. Nee, en je wandelt sowieso op thin ice. Vanaf dat je zo die controversiële onderwerpen aanneemt, heb je maar niet uit hoe het uitbehandeld. Ja. Er gaat heel deel van je kijkers zijn die zeggen van fuck you. Ja, 100%. Als je, letterlijk, dat is de reden dat ik niet over politiek praat hier, niemand uitnodigen, omdat ik niet wil dat iemand na het kijken van iets aan mijn content zegt van fuck you. Ja, dat gebeurt sowieso. Ja. Maar soms moet het. Tuurlijk. Soms kan ik het niet laten van erover te praten, man. Soms brandt het zo erg. En ik weet ook, soms is het beter om dat niet te doen. Want je start gewoon oorlog. En ik ga mensen hun politieke visie niet kunnen veranderen. Mm. Dat kan niet. Mm-hmm. Erkend. Ja. Maar soms piekt het zo hard. Ik denk van, yo, I have to try, man. I have to. Je stem gebruiken. Maar ik heb het gevoel, you're doing great. En ik denk, ik weet niet in hoeverre dat zij daar... I love, man. maar ik weet niet in hoeverre dat zij daar inspraak in heeft, maar ik heb wel het gevoel dat jullie een goed team zijn. Ja, ik vind dat ook. Ik vind dat uit. Shout-out aan Olivia. Ik hou van haar. Ik hou uit van haar voor alles wat ze doet en zo. Mm. En gewoon het coolste, vind ik, zij doet zoveel shit, volledig los van dit. Mm-hmm. Dit is haar side salad. Ja. Snap je? Alles op social media en zo. Alles wat ze doet op Instagram. Mensen helpen mijn studiekeuzes zoeken en zo. Dat is haar side salad. Ja. Ze doet dat gewoon omdat ze dat leuk vindt. Mm-hmm. Ze doet dat niet voor het geld, niet voor de campagnes. Zij studeert aan de universiteit. Dat is haar ding. Ja. Dit neemt ze er gewoon bij omdat ze het leuk vindt. Mm-hmm. En dat is cool. Dat is niet haar main quest. Ja. Dat doe ik. Zij neemt daar gewoon bij omdat ze het superleuk vindt. Ze teert niet op wat ik doe. Ze doet haar eigen ding. Klopt. En dat vind ik super cool. That makes me whole of zo. Ja. En dat vind ik cool. Dat is mooi, man. Ja, toch? Ja. Maar dat kwam er zoveel beter uit dan dat. Dat kwam van heel diep, man. Shit. Ik ben zelfs sprakeloos. we gingen het vandaag niet hebben over vaccins en boosters. Ja, die booster hit wel, though. De booster do be hit. Er zijn een paar boosters waar ik het wel over wil hebben. Oké. Okay. Ik heb namelijk de laatste tijd mijn geld gespendeerd aan dingen. Ik heb hier een doosje. Oeh. Met allemaal booster packs 1996 en 1999. Ik wil er met u vandaag één open doen. Shit. Ik weet niet of het best... Misschien doen we het straks best na de podcast, maar ik wil u laten kiezen. Ja, maar ik weet dat wel. Ik hoor sowieso deze. De base... De fossil pack. Sowieso, man. Wil je fossil eerder doen? Bro, dit is Engelse pack. Klopt. Ik zou liever een Engelse pack open doen dan een Japanese alright. pack. Alright. Dan dus fossil... Dit is ook van 1999, hè? Ja. Je hebt de Dragonite, die hierin zit. Dat is het duurste. Ja, wacht hoor. Let my brain work. Pak iets uit. Is de Dragonite de duurste van Fossil? Ik denk het. En anders zit er ook nog een Zapdos in. Dat is het. Dit, en er is... Ah ja, er was... er was één... Ik heb er net opgezocht. Er was één kaart. Poliwhirl van deze set. Er is er maar één PSA 10 in de wereld, momenteel. Sick. Dus die kaart is recent verkocht voor 27.000 euro. Gewoon met die Poliwhirl... Of dat was een base set. Ik heb in ieder geval er net iets opgezocht. Er was in ieder geval een Poliwhirl van kapot veel geld. Dat is de allereerste keer dat ik zo'n oude pack heb. Echt? Alright. Maar ik denk wel... Ik vind dit... Ik wil hier een apart video te veel maken. Dus we gaan dat waarschijnlijk op een ander kanaal online gooien. Ja, nee, sowieso. Ik vind het zo... Leuke bio. Ja, ik vind het gewoon... Dit is geschiedenis. Hè? Ja, niet per se de video maken, maar het feit dat dit gemaakt is in 1999... Wow. Dat was ik net geboren. Dat is big. Dat is insane. Fucking insane. Cool. Ik dacht dat je de andere had gekozen. No way. Het is de Engelse pack. Ja, oké. De Engelse packs. Man. Let's do it. Uit. Ik heb nog iets. Maar ik steek normaal gezien shit in deze doos. En deze is leeg nu. Omdat ik gewoon vergeten ben erin te steken. Dat is niet erg. Maar dus ik ga het gewoon uitstellen. Of we gaan hier. Oh, dat is nog veel aan. Laten we misschien over iets anders praten. Nog, ja, goed. Want je hebt dus nu... afgelopen jaar, wat heb je gedaan? Slimste mens, fucking koek en verhulst show. Weet ik veel wat. Heb jij ambities om iets in traditionele media ooit te doen? Wel. Want je hebt je eigen ding. Ik vind het interessant. Ik vind het heel leuk. Mm-hmm. Een programma als Tom Testroom, dat zou ik ook wel maken. Ja. Dat is ook cool. Maar niet nu. Okay. Niet nu. TV
de hele entertainment biz, dat is waarvan ik hou. Ja. Dus mijn hart ligt daar, dat weet ik al. Mm-hmm. Maar ik wil nu niet naar tv. Ja. Ik heb al veel aanvragen gekregen voor dingen te doen. Zijn er eens die een programma wil maken? Ja. Het is big money, het is big stuff. Mm-hmm. Mijn familie zegt dan ook van, doe dat, you're in. Ja. Like, je bent binnen. Mm-hmm. Maar niet nu. Nee. Okay. Nog niet. Ik ben blij met wat ik doe op YouTube. Dat is mijn eigen ding. Zoals daarnet zei, ik vind het heel moeilijk voor dingen uit handen te geven. Yeah. Ik doe liever alles zelf in plaats van dat ik dan... Cameraman, geluidsman. Yeah. Dat is een hele grote stap. En ik zou die... Stel je voor, je doet dat, je gaat naar tv. Ik doe dat nu. Eigen programma. Wat kan je nog terug naar YouTube of niet? Kan je nog terug... Ah, oh, dat is een goede vraag. Roll back. Oeh, press it. Ik ga het nog uitstellen. Ik ga even laten wachten. Ja. Ja, kan ik? Kan je nog terug? Want als je veel bezig bent met YouTube, ik denk dat dat sowieso niet combineerbaar is met veel video's. Maar en op, als je een programma maakt op tv, er kruipt daar een shitload of werk in. Of je moet echt al achter de schermen beginnen filmen. Ja, en dan ben je een vlogger, maar dat is niet nice. Dat is niet de shit. Dat is zo ver van wat je normaal moest maakt. Moest ik iets willen doen op tv en een programma... Zo, stel je voor, ik had ja gezegd tegen... Dat kan ik dat wel niet zeggen. Dat ga ik niet zeggen. Ik zou alles zeggen wat dat kent. Mm-hmm. Stel je voor, ik had daar ja tegen gezegd. Groot programma. 8 afleveringen. Ja. Dan kruip daar een shitload of waarin. Al is het al het hele idee dat je moet craften, dan alles uitwerken, het effectieve film, editen. Dat kan je niet combineren met YouTube. Nee. Dat zou ook even blank komen gaan op YouTube en gewoon stoppen. Ja. Die serie komt uit op tv, wordt superveel bekeken. Dan stop ik gewoon met tv, ga ik terug op YouTube. Dat gaat niet. Nee, en ik weet ook niet wat de middenweg is. Of zo. Daarom, er is geen middenweg. Dat is ook veel minder moet uploaden en zo. Maar waar ligt je focus dan? Dat is het ding. Ik heb wel het gevoel dat je dat met de slimste mensen destijds... Dat ging perfect. Dat ging omdat goed. Niet mijn programma was. Ik deed gewoon mee als deelnemer. Mm-hmm. Als de mol... Ik heb dat ook gezegd in een krantartikel. Als de mol ooit in België een seizoen zou doen met bekende mensen, zoals in Nederland, daar doen ze dat altijd met bekende mensen in plaats van met random people. Bro, direct. Ja. Call me. Instantly. Maar zelf iets presenteren? Nee, man. Mm. En gewoon niet nu. Maar en ook niet binnen 10 jaar. Mm. Later. Wait till I'm older, man. Want ik weet niet hoe het bij u zit, maar hoe goed dat je ook voor een camera bent in uw kamer of in een vertrouwde omgeving. Het is moeilijk om die persoonlijkheid ook over te doen komen op een camera waar een crew achter staat. Zeker. Dat is een heel andere ervaring. Dat ik 100% door op de set van het slimste mens. Ja. Je zit met die fucking publiek, hè. Ja. En je wil dat publiek lacht. Mm-hmm. Dat is gewoon kut. Jij bent iets aan het vertellen in je achterhoofd. Kijk, ik ben gewoon mezelf en ik ben gewoon leuk aan het doen. En I'm just me. Ik ben geen typetje aan het opzetten voor tv. Mm. Not at all. Mm. Mensen die dat gezien hebben, ik was gewoon mij. Ja. Ah, ik moest maar wat maken. Als dat publiek bepaalt jou? Yeah. What if they don't laugh? Ah ja. Dan is het gewoon kill. Dan zit je daar gewoon van... Fuck, dat is de stress dat ik had. Gelukkig, dat is niet gebeurd. Maar dat waren zo van die dingen, die kleine dingetjes waarmee dat ik zo in mijn hoofd zat. Wat je kamer niet hebt. Aha. Er zit hier geen fine jury of... De hele cameraploeg of 1000 mensen dan naar jou aan het luisteren zijn, is just you and fucking camera. Mm-hmm. En dat is ook wat ik niet zo leuk vind aan tv. Mm-hmm. Het is, like dat je zegt, man, het is zoveel meer dan alleen ik op mijn kamer. Zoveel meer dan de fucking comfortzone die ik nu heb in mijn kamer. Want ik zeg zo precies, van in je kamer, dat klinkt bijna denigrerend of zo, maar ik bedoel gewoon een omgeving waar je je comfortabel voelt. En dat is wel mijn fucking kamer, man. Ja, maar je kamer, of gewoon met je vrienden chill, want als je vlogt of zo, met je vrienden een skatevideo maakt... Dat is waar je op je gemak voelt en waar je jezelf kunt zijn. Ja, waar je de mooiste video's mee haalt. That's where you capture the moment. Mensen vroegen aan me, wat was jouw headlight? Of jouw highlight van 2021? Dat was niet het slimste mens. Mm-hmm. Dat was die show in AB. Ja. 100% zeker. Uh-huh. Dat was uit. Dat was hard, man. Ik zag stories en je dacht van... Oh, dat was fuck. Sick. Dat is cool. En dan dezelfde vraag. Ja, dat was misschien wel mijn highlight van 2021. Maar ik wil heel artiest worden. I don't want to be on that stage every day. Ik wil niet op Pukkelpop stages staan. Ja. Tuurlijk, ik wil wel een keer langskomen en mijn act doen. Maar niet elke keer. Ja. Tuurlijk, ik wil wel een keer langskomen op tv. Maar just... Snap je? Soms een keer. Ja, ja. Ik wil geen tv-hit worden. Ik wil geen artiest worden. Ik ben YouTuber. En I'm happy here. Cool. En voor sommige mensen, zoals dat je daarnet ook zei, is dat niet genoeg. Het is alsof dat YouTube geen eindpunt is. Ja. But it is. Like, check naar een Logan Paul, of een KSI, of een PewDiePie, of een MrBeast. Yeah. YouTube is, en hoe erg dat sommige mensen nou ook vinden, en it makes people shake, YouTube is
En social media, gewoon in het algemeen, TikTok is ook erbij, Instagram. Social media is bij de grootste groepen van entertainment. Er is. Iedereen zit elke dag... Maar 100% bij... dat je vaker op je scherm, ja, op je gsm aan het kijken bent dan naar een tv. Zeker, het hoort er gewoon bij. Maar toch, mensen vragen altijd van... Ga je naar tv? Wil je artiest worden? Nee, I'm a YouTuber. Ja. Dat is het coole ding. Als je een YouTuber bent, als je een publiek online hebt... Je kan alles doen. Je kunt doen wat je wilt. Als jij zou zeggen van... Yo, ik vind die influencer niet nice, ik wil er nu tegen boksen. Jij verkoopt zoveel meer tickets dan... Hoeveel boksers in België kun je nu opnoemen bij naam? Ja. Ik persoonlijk heel weinig. Sorry, gasten, bro. Sla me niet in elkaar. Ik heb ooit tegen een van de grootste boksers, ik zal zijn naam hier even niet zeggen, had ik een DM gestuurd van, yo, man, wanneer gaan we... Oh, ja, dat je mij volgde op Instagram. Ik zei, yo, man, wanneer sparren? Maar die had dat even serieus opgevat. En die zei van, yo, you don't want to smoke. Had die echt zo... Die stuurde echt serieus. Dus ik dacht van, oh, fuck, did I just fuck up? Maar, again, ik ken dus twee boksers in België. Voor de rest ken ik er weinig bij naam. Ja, die mevrouw, hè. Die politieagenten, maar ik weet haar naam niet, die zo een van de hekste vrouwelijke boksers is ter wereld. Oh shit. In België. Zegt dat iets? Is het boksen of is het boksen? Boksen. Boksen. Ah, boksen. Zeg me niet direct iets. Ze bestaat wel hoor, en zij is politieagenten. Oké. Okay. Yeah, yeah, she's crazy. Die wil je dus niet tegenkomen. No, maar zoals je zei, ik kan geen boksers bij naam noemen. Maar als YouTuber, als je een bokswedstrijd organiseert, pak je meer kijkers dan de hele bokswereld. Dat is het ding. En dat is fokt. Gewoon social media of een publiek hebben is kijk, deze hele maatschappij leeft gewoon zo op aandacht. Aandacht is het meest waardevol dat je kunt hebben. It is, man. Nee. En daarom willen al die fucking companies en zo zoveel geld steken in influencers. Media, en zo. Ja. Omdat it works. Mm. En sommige mensen willen het nog altijd niet bevestigen of zo, but it works. En daarom dat ik daarnet ook zei, sommige mensen worden daar echt boos door. Yeah. Maar YouTube en social media en alles, dit is onze wereld. Ja, klopt. En iedereen die het ontkent, like, you're left behind. Ja, je snapt het niet. Yeah. But it is. Yeah. And I'm very happy in this place, man. Trouwens, ik kan nog iets vragen, want we hadden het net over geld en ding, domme uitgaven en zo. Ik geef geen... Ik kan niet vragen hoeveel geld dat je verdient, maar... Ga je een domme uithaven? Nee. Ik zeg niet dat ik geen domme uitgaven heb. Ik zeg, ik hoef niet te weten wat jij verdient. Ik vind het gewoon interessant. Wat doe je met je geld? Investeert jij ooit in iets? Ja, heel sowieso. Is het een aandeel? Wat doe je dan? Cryptocurrencies? Ik was afstandig. 4-5 jaar. Oké. Okay. Maar we hebben beslist om te veranderen naar een communautair vennootschap. Oké. Okay. Omdat... Ja, business talk, echt. Ja, omdat ik veel minder belasting moest betalen en zo. En omdat het gewoon veel interessanter was. Dan heb ik geluk dat de broer van mijn mama echt ondernemer is. Oké. Okay. Maar insane. Zou je van jezelf niet zeggen dat jij een echt ondernemer bent dan? Ja, jawel, maar niet zo op dat vlak. Okay. Niet op investeren en veranderen van vennootschap en zo. En daar weet ik gewoon niks van. Dat is ook fucking shit. Dat hebben ze me ook nooit geleerd op school. Ja, ik heb economie gedaan daarvoor. Wat heb ik geleerd? Bullshit. Trash. Vraag- en aanbodscurve. De 4 P's. Wat zijn de 4 P's? Price, product, promotion en place of zo. Ik zou het ook moeten weten. Don't need that shit. Op mij in economie... Ik krijg me tot de camera, man. Had mij in de economie geleerd dat ik mijn belastingsbrief moest invullen, hoe dat ik een eigen onderneming moest beginnen, hoe dat ik mezelf moest inschrijven bij de sociale zekerheid. Had mij dat geleerd. Want ik zat daar als 17-jarige guy, I didn't know shit. Ze hadden mij daar kunnen vertellen wat ze wouden. Ik wist niks. Had mij dat uitgelegd op school. Dat is waarom dat je economie doet, toch? Dat is waarom dat je fucking onderneming doet op school. Ik heb echt... Tot vorig jaar had ik bijna elke podcast een rant als deze. Nee, maar dat is... Dat is zo. En, want ik studeer TUW, dus economische exact. Economische richting. Maar ondertussen ben ik ook hiernaast wat dingen aan het doen. Studeer jij? Ik studeer, ja. Wow, yo. Ja, ik neem niet ongelooflijk veel... Ja, het zijn nu examens. Ik ben hier met een YouTuber die studeert. One of the last of his kind, man. ik heb niet ongelooflijk veel vak opgenomen, dus I'm good dit jaar. Maar dus ik heb het gevoel dat ik dit jaar, afgelopen jaar, meer heb geleerd door dingen te doen en er zelf achter te moeten gaan zoeken. Van inderdaad, ik heb ook een vennootschap opgericht en shit. Al die dingen... Ik wist niks. Ik studeer al fucking 3 jaar die richting. Ik wist niks. Nee, inderdaad. En misschien is het omdat ik niet genoeg studeer of zo, maar hoe de fuck kan dat? Nee, hoe de fuck moet ik het allemaal op dat moment ineens beginnen uitzoeken? Hoe moet je het weten? En dan ben ik gelukkig dat de broer van mijn mama daar was en dat die mensen meegaan naar overal. Ja, dat is nice. Hoe moest ik dat niet gehad hebben? Fucked up. Ja. Dus hij helpt me met alles. En nu ben ik dus veranderd naar communautaire vennootschap. Ja. Dat werkt helemaal anders. Moet je zelf een loon uitschrijven en zo. Al die funky shit.
En ik investeer daar gewoon heel veel van in. Okay. Pensioensparen, levensverzekering, tak 230. Netjes, man. Of tak 3, mijn oh fucking hell. Ja, en tak. Ja. Zo in die ding. En ja, you know, crypto, NFT's. Ik heb daar geen tijd voor. Ik vind het wel interessant om het te volgen. Zo. Ik heb Ethereum en zo, en ik heb ook wel een paar bitcoins. Maar het is niet dat ik daar heel de tijd mee trade. Ja. Ik heb die gewoon lang geleden gekocht. They just chilling. You know, ik heb een mooi... it's okay. NFT's, rustig een beetje over aan het informeren en zo. Maar het is niet dat ik een crazy investor ben. Okay. I'm doing good. Like, the business is going good. Yeah. Maar het is niet dat ik zo... ik wil gewoon vastgoed. Yeah. Same! Ja, tuurlijk. Voor mij is het a long way. Maar dat is inderdaad wat ik zo... Dat is het enige wat ik snap. Ik ben op die crypto en zo en ik volg het allemaal een beetje. En NFT's ook cool. Yeah. En die pensioensparen is ook cool. Maar ik wil gewoon vastgoed. Dat is my type. A beat. Waar ik in zou, wil investeren. Zou het een ding zijn dat jij bijvoorbeeld stel ooit zegt van... Oké, ik maak de ACID Airbnb of zo. Zoals en Enzo Knol. Heeft hij dat? Ja, ja. Yo, ik had geen idee. Ja, ja. Cool. Enzo heeft... maar hij... Je kan Enzo Knol. Ja, ja, tuurlijk. Hij is de mastermind. Hij is... Nee, echt waar. Enzo is... fucking killer of the internet. Naast het feit dat die guy al bijna 3000 dagen naar een stuk aan het vloggen is, wat sommige mensen ook vergeten. Dat is bijna, insane eigenlijk. Is 9, 8 jaar. Hè. Elke dag. Hè. Elke dag opstaan, die camera aan. Daarnaast is hij ook echt de ondernemer. Die Enzo Knol merch, dat zijn geen t-shirts en truien alleen. Hè. Dat is dekbed. Fucking feestartikelen. Yeah. Horloges. Ja, zeep, parfum. Alles. Dat is een fabriek. Plus, hij heeft 2 huisjes in Spanje. Die had de Knolmensch, nee. Waar hij naartoe gaat. Okay. Maar je kan die ook huren. No ID. Dat is sick. Ja, is er zoiets ooit in the works misschien? Ja, sowieso. Ik hou van ondernemen. En ik hou van zo'n ding doen en zo'n leuke stuff doen. Ik heb echt al veel ideeën gehad. Bijvoorbeeld, ik wil... Dat was mijn pre-corona idee. Okay. Ik wil winkels open doen. Real life winkels. Dat zou hard zijn. 1 weekend. In Antwerpen. Pop-up shops. Hand, Brugge. Gewoon big. Merch al mijn vrienden daar, alles. Okay. Zet ik daar een halfpipe, luide muziek, Joost komt, al mijn vrienden uit Nederland lopen daar gewoon rond, kleren kopen. Gewoon een big vibe, meer dan alleen een klerenwinkel. Gewoon echt een whole experience om daar naartoe te gaan. Sick. Maar toen kwam corona en dan mag iemand met 7 in de winkel en zo. Yeah. Ik wil, als ik een winkel open doe, daar te veel fucking volk is, dat de politie moet komen omdat het te druk is. Gewoon zoiets. Yo, dat is cool. Okay. Ja? Of bijvoorbeeld Danny Duncan. Yes, yo. Dat was ik nog aan het denken. Die ik zou je vragen, van, wat zijn de YouTubers waar jij inspiratie uit haalt? Ja, Danny Duncan sowieso. Danny Duncan, moet, heb ik... Ook heb al, je, ook al, Max Mofo, heb je daar? Ja. Max Mofo, ik ben nu... En Penguins, man. Moist Critical. Oké. Ja. Goat. Ja, hij is inderdaad ook fucking interessant. Ook, goat. Man. En vooral, er zijn 3 heel andere YouTubers. Ja. Dus, maar en ik heb er nog veel Videogame Dunkie. Ja. Yo, dat was exact, want hij is... Ja, oké, nu ondertussen wel deftig bekend, maar dat is wat mijn broertje heel vaak kijkt. En soms kijk ik zijn shit en zijn humor is soms ook wat ik herken. Legend, ja, hij is fucking funny. Ja, ik maak zelf ook waar ik naar kijk. Dat zie ik zelf ook. Maar sowieso Moist Critical. I love those people. Yeah. Maar Danny Duncan ook. En hij heeft zo van die shows. Sick. Hij maakt geen muziek, maar hij heeft wel shows. Waar er superveel mensen nog naartoe komen. He doesn't do shit. Hij heeft geen muziek. Maar dat is de vibe die ik kreeg. Podium, Serum Kaal. Letterlijk. Gooi maar een beetje mensen door. Zo, dat zou ik ook heel leuk vinden om te doen. Maar dat is de vibe die ik kreeg van de show die ik u heb zien doen met Joost en zo. Dat was, natuurlijk, dat was wel effectief muziek, maar... Het is meer entertainment. Ja, het is inderdaad gewoon... Je bent daar eindelijk zo live met de mensen die u al jaren supporten. En je kunt gewoon doen whatever the fuck you want. Hekken, het is een ervaring. Hè. Het is echt een... daarom weer om erop terug te komen... Wij kunnen elk pad kiezen. Ja. Snap je? Hobby cool. Hey, zodra corona gedaan is, kunnen we dan verwachten dat er een show what is? What the fuck? Let's go. I can't wait. Wanneer denk je what? Dat het gedaan is? Yo, ik heb te veel weddenschappen verloren. Ik ook. Yo, eerste keer dacht ik 3 maanden. Ja, ik dacht want toen waren ze paar aan het zeggen van een paar weken. Ik zei nee. 3 maanden. En ik was in het begin aan het winnen. Maar yo, nu zijn we allemaal aan het verliezen. Ja, fuck nee. Dit. Het is veel langer... Toen dat net begon, kwam ik in de nachtwinkel bij Rambi in Blankenbergen. Legend. Het was maart of april. En ik zei tegen hem, juli. En hij keek naar me, september. Oeh. Dat is maar een verschil van 2 maanden. Yeah. En ik dacht echt van, dat kan.
niet september. Ja. Check nu! Ja, ja, ja. What the fuck? Aha. Was het maar september? Ja, want iedereen had 2020 was zo'n kutjaar omdat corona was, maar 2021 was... Yo, dat is ook fucking gek, hè? Ja. Weet je nog, helemaal in het begin, was het coronavakantie. Weet je die shit nog? Ja. Iedereen dacht, oh, een weekje vrij. Ja, nope. Well, we're still here. Ja. Ik hoop... Ik zag altijd zo het einde ervan. Het zou zo'n feestdag moeten worden. Ja. Maar ja, ik denk dat we hier gewoon mee gaan moeten leren leven of zo. Ja. Ik denk daar nooit meer echt een moment gaat komen dat is zoals vroeger. En dat is kut om aan te denken, nee, dit is echt... Very, very ja, sad vibes. Dat wil ik niet eens aan maar doen. Maar ik denk dat ze gaan niet op een dag zeggen op het nieuws van... It's done. Mm. Mondmaskers, weg. Yeah. Covid safe, weg. Het is allemaal weg. Covid is gone. Die dag gaat er niet komen. Vandaag is de Covid-vrijdag. Nee, yeah. Dat komt niet. Er gaat geen dag zijn waarop dat weg is. It's gonna keep mutating. Fuck, man. Het gaat gewoon blijven. Wil ik niet aan denken, man. Nee, wil ik ook niet aan denken. Ik wil ook naar een festival gaan. Mm-hmm. Maar dat gaat helemaal anders zijn dan vroeger, man. Mm-hmm. Ja, en ik hoop dat ik verkeerd ben. Ik hoop zo, please, in de comments, help me uit. Dus ik ben you're wrong. Ik hoop het ook. Maar ik ben zoveel verkeerd geweest dat ik nu gewoon zo ben beginnen denken erover. Ja. Dan kan je jezelf niet meer ritten of zo. Mm-hmm. Snap je? Ja, ik snap het. Man. Sad idee, man. I'm crying, you know. By the way, jij hebt nu je merch aan. Ja, je hebt doorheen de jaren heb je best wel wat merch gedropt. Ja, ja, ja. Heb jij alle merch bijgehouden? Ja. Heb je van elke merch... Alles. Alles? Alles. Allereerste ook, die je via... Die huftrui, die huftdriehoek. Man, you don't even know. Yo. Oké, dan is mijn cadeau misschien iets minder cool dan ik dacht. Andersom. Heb je deze ooit gezien? Hey, dat is die dat ik bedoel, dat is die huftdriehoek. Dat is de allereerste. Nee, dat is de allereerste. Ja, ja, van Spreadshirt. Exact. En ik kreeg nog minder dat ik een verkoop, dat ik iets verkocht aan deze. Dat zijn wij geweest. En ik dacht, hoe? Ja, ja. Sick. Dit was inderdaad... Wauw, niet veel mensen weten dat. Want dat is via een externe site, Spreadshirt. Wauw. Ja, dit design is zo hard. Uh-huh. Ja, en dat is inderdaad... Ik weet niet hoe de fuck... Ja, eigenlijk is William ermee gekomen. Ik... Thanks, William. Weet jij hoe de fuck ik dat gedaan heb? Nee. Hoe denk je dat ik daar aangekomen ben? Ja, ik weet niet. Misschien de tweets opgezocht op Twitter van eerste merch of zo. Is dat niet dat je zo een time capsule ding kunt doen met YouTube? Dat je zo terug kunt gaan in de tijd en kunt zien hoeveel abonnees iemand ooit had? De Wayback Machine. The Wayback Machine. Ja. Ik heb daar ook al veel video's mee gemaakt. Wat heb je gedaan met de Wayback Machine? Ja, een deep dive. Het was 4:00 s'nachts en deze podcast was al wel gewoon lang in de making. Deze podcast was echt al fucking lang in de making. It was. Maar het was 4:00 s'nachts en we waren erover bezig en ik zei van, yo, ik denk dat ik iets heb gevonden. I found gold. Ja, dat is true gold. Dus ik ben letterlijk naar de Wayback Machine geweest en ik ben naar uw YouTube kanaal gegaan. Ik denk dat jij toen fucking 20.000, nee, zelfs ja, minder. 8 of zo. Dit was... Het ding... Dit is gold, man. Het ding was... Backstory. Ik had altijd dezelfde huftrui aan. Altijd. Ik stuur al een foto door dat je die in de video kan steken. Yes. Ik had altijd dezelfde huftrui aan. Dat was dit. Gewoon dit. Zo deze driehoek. Op een huftrui. En kijk jij... Oh, fuck. Ik wil zijn naam niet verkeerd zijn in de podcast. No. Alexander de Montier. Ik weet het niet. Shit. Dat zegt me niet direct iets. Ik was bevriend met een hele goede designer toen. Ja. En hij zei, ik kan dat logo van Huff twisten en er is dit van maken. Dan als je goed kijkt, er staat hier. Er is de A, de C, de I en de D. Er staat is dit in. Aids, oké. Okay. Ik dacht dat het een soort Illuminati-variant was. A-C-I-D. A-C-I-D, oké, okay, cool. Crazy! Bro, I don't forget, man. Right, cool. Ja, nee, ik dacht eigenlijk... Ik dacht, ik ga hem hier lekker in catchen. Nee, ik dacht van, als je... Stel dat dit gewoon iets was dat je inderdaad op die site had besteld ooit. Ja, hier. Wow. Er zijn twee pitten. Ja, ik heb er twee besteld. Wat doen we met die andere? Is dat iets interessant om weg te geven? Ja, sowieso. Maar ik weet niet hoe. The first merch. The first, ja, wat kan iemand doen om dit te krijgen? Gewoon commenten onder deze video, man. Hey, maar we moeten wel een leuke comment hebben. Ja. Yeah. De meest gelikte comment hieronder. Nee, dat kan je cheaten, man. Ah ja, klopt. Jong, mijn boy William is met het idee gekomen, dus hij kiest u daar wint. Ik wil een flauw mopje zien. Okay. Stupid ass joke. Make my boy laugh.
De persoon die hem het hardste doet lachen, krijgt de first ever ASIP merch, provided door Spreadshirt. Nice. Ik denk dat William dat misschien zelf ook gewoon commentaar op. Stel je voor dat je zelf gewoon... Ja, dat is super cool. Dat is legendary. Dus ja, ik heb nog alles van merch. Alles wat ik ooit verkocht heb, wou ik zelf ook dragen. Snap ik. Dat is cool. En alles wat van merch dat ik heb, dat wil ik zelf ook cool vinden. Want ik vind het maar leeg als je merch verkoopt en het is niet nice. Ja, het is nice dat je het zelf draagt. Ja, ja, omdat één, het is gewoon goede kwaliteit. En twee, ik ben er gewoon trots op. Want het is gewoon, it's good shit. Ik heb hier lang aan gewerkt en zo met mijn designer. Ik heb het gevoel, er komt zo precies zo'n link op het scherm bijna of zo. Fix Ace Merch van mij. Maar het is toch uitverkocht, zo je kan wijzen. Ah, misschien binnenkort. Nu, jij moet zo door. Ja. We hebben nog 10 minuten voor de taxi hier is. Ik wil heel graag met u die booster pack openen. Ja, ik ook, man. Ik ben dat can't wait. Ik was al zo lang aan het wachten dat je het eindelijk ging zeggen. Dus, ik denk dat we even, voor ik dit vergeet, een Twitter shout-out moeten doen. Iedere week zoek ik iemand die mijn gepinde tweet geretweet heeft. En ik krijg gewoon een shout-out in deze podcast en stuur ik stickers op. Oeh. Dus ik heb heel wat Gossip Guy stickers. You want those? Ik ga jou er ook een paar meegeven. Ja, leuk. Ja, je mag hier gewoon tussen scrollen. Een van deze en één iemand kiezen. Yes. Zie jij nog ergens stickers liggen, Willy? Dat is die Fold Phone. Yes, sir. Wauw. De flip. Ja, man. Ik heb hem wel al laten vallen. Is er een stuk hier... Oh, shit. Het is wel... Wauw. Yes. Als voor jullie die pack open doen, ik heb het opgezocht. De first edition Gengar. Gengar? Ja. Die is veel waard. Hoeveel? Die is die... Dat is die lelijke Gengar, hè? Ja. Dat is die... Ja, ja, het is kind of ugly. De duurste kaart. Ja, ze zijn. Wat is het? 4000 is de laatst verkochte PSA 10. De winnaar! De winnaar van deze. Dat getikt. De winnaar is. Aiko Noodles. Aiko Noodles? Right, cool. Zou dat echt haar achternaam zijn? Of is dat van Aiki Noodles? Dat is een joke. Van Aiki Noodles. Oké, okay, cool. Aiko? Thanks om te luisteren. Ik apprecieer het enorm. Jij waarschijnlijk. En de flip phone. It flips. Thanks, Aiko. Aiko, love. We love you. Ik heb nog één vraag voor u die ik heel graag op Spotify wil stellen. Yes. Dus als we hier de video afsluiten, tenzij je nog... Wil je nog iets zeggen? Bedankt om te kijken naar deze video. Shout-out naar mijn boy Ender. Sorry dat ik je zo lang geskipt heb, man. All good. I'm sorry. All good. We ben niet goed met die shit. I'm looking for a manager, you know. Je wilt niet weten hoeveel mensen er al nog... Ik vraag aan het begin van elke podcast, laat weten wie je nog wilt horen. Well, I'm here now, bitch! Dus nu, ja, zoek iets anders om te commenten. Ik heb deze phone al geplooid. Thanks, bro. Yeah. Right, we gaan nog heel even verder op Spotify. En dan moeten wij Pokémon kaarten open doen. Yeah, cool. Dus like, abonneer, al die goede shit. Tot volgende maandag. Peace. Right, cool, man. Ding wat ik jou wil vragen. Stel, je hebt... Om een of andere reden komt je net... Scenario dat je nog één maaltijd mocht kiezen. Laatste maaltijd. Goh. Wat is die maaltijd?